golven, een beetje wind en dan heerlijk surfen. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor kinderen met een beperking. Suzanne richtte speciaal voor deze groep het surfproject op. Wat houdt dit surfproject nou precies in? Het surfproject is voor kinderen van 8 tot 18 jaar. En voor kinderen met het syndroom van Down, autisme en ADHD. Wat we doen is surfles geven in een veilige en gestructureerde omgeving. En daarbij is het voor de kinderen heel leuk om hier aan mee te doen. Maar het kan alleen als je zorgt dat het veilig is en dat het gestructureerd is. Dus we zorgen ervoor dat ze allemaal één-op-één begeleiding krijgen. Dus we werken in kleine teams en we werken met gediplomeerde surfinstructeurs. En hoe ben je met dit idee gekomen? Nou, ik werkte bij een zorgboerderij. En er was één jongen en die vroeg aan mij, kun je mij niet leren surfen? In mijn hoofd dacht ik, ja, dat zou echt fantastisch zijn om deze kinderen surfles te geven. En het gevoel te geven wat ik ervaar als ik in de zee lig, namelijk dat ik alles om me heen kan vergeten. Ik zag jou daar bezig. Het ziet er super cool uit, hè? Ja, zo best gegaan. Het is even kijken. En wat vind jij nou het allerleukste aan surfen? Maken. Wat heb je allemaal al geleerd? Nou, ik heb al surfteken geleerd op een show. Oh zo. Je kan nu al staan. Hoe lang heb je daar al voor gedaan? Eén nacht. Ja, dat is toch echt heel knap. En hoe trots bent u nu? Heel trots. Ja. Ik vind het een super overwinning voor hemzelf. Wat vind je zo leuk aan surfen? De eerste keer vond ik het geweldig. Alleen de eerste keer vond ik het wel niet tegen. Maar dat geeft toch niet? Want daarna kan je weer opstaan, want als je valt, doet die pijn hier. Ja, dan ga je vallen en opstaan, om het zo te zeggen. Ik vind het echt te gek wat ik allemaal zie. Dat is zo leuk, maar met wat voor gevoel gaan de kinderen nu naar huis? Ouders krijgen kinderen mee naar huis die ineens de boodschappen willen tillen. Die voelen zich fysiek sterk. Zij krijgen op school meer aandacht van hun vriendjes, omdat ze deze stoere sport doen. Dus ze krijgen echt meer zelfvertrouwen van. Dat vind ik heel belangrijk. En het is fantastisch dat het ook mogelijk wordt gemaakt door ons gehandicapte sport. En ook door de steun van de kinderloterij. Wat is het verschil met jou, zeg maar, voordat je surfles had en nu? Wat is het verschil? Als ik op de bot sta en ik ga vooruit en ik sta, dan lijkt het net alsof ik gewoon naar voren kijk en dat ik gewoon de toekomst zie en dat het gewoon heel veel bereikt.